Kom hier, zegt mijn moeder half emotioneel. Ze geeft me een dikke knuffel en fluistert in mijn oor. We weten ook al een naam voor je nieuwe broertje. Zijn naam wordt Hansje. Waar gaat het boekje over? Um, het boekje gaat over het leven van Gietje Groothof. En um, zij kan absoluut niet tegen typische dingen. Uh, ze maakt ook lijstjes in het boek. Ik um, maak mijn boek achter de computer. En dat doe ik uh, eigenlijk op mijn eigen kamer of... Uh, gewoon waar de computer staat. En waar haal je de inspiratie vandaan? Um, nou, bij mij gaat het eigenlijk gewoon, uh, als ik eenmaal aan het typen ben, dan blijf ik ook gewoon doortypen. En ja, dan uiteindelijk um, staat er opeens heel veel. Nou, ik heb altijd al gedacht, ik wil echt een keer een echt boek uitgeven. En uh, dat is er nooit van gekomen. Dan ben ik gestopt en had ik geen zin meer. Maar bij deze ging het goed en uh, toen heb ik hem afgemaakt. En toen dacht ik, ja, ik wil hem ook echt gaan uitgeven. Er zijn ongeveer 43 bestellingen nu. Wat zeiden de uitgever? Waarom hebben ze het boekje uitgegeven? Um, ze vonden het een heel leuk, uh, typisch meidenboek ook. En uh, dat er ook humor in zat, zeiden ze. Wist u dat dit erin zat bij de dochter? Eerlijk gezegd wel, want ze is al een paar jaar bezig. En uh, die eerste twee boeken kwamen niet allemaal af. Heel veel gedichten geschreven vroeger, daar is ze mee begonnen. En we zeiden altijd van, nou als je hem afmaakt, het boek, dan uh, gaan we het uitgeven. En het einde sluit ook wel een beetje op de titel aan. Ja, dan moet je eigenlijk het boek gewoon lezen. En uh, ja... Dat klinkt als een echte schrijfster, hè? Je moet het maar gaan lezen. Ja. <laughs>